Alright, het is 1 uur. Welkom iedereen bij ons vierde webinar. En vandaag gaan we het hebben over telewerken in de Creative Cloud. Eventjes technische check doen. Kan iedereen mij goed horen en zien op dit moment? Friedel zegt ja, Dimitri ook. Ja, oké. Prima, ik denk dat dat dan wel in orde zal zijn. Zoals bij onze vorige webinars, voor de mensen die al een keer deelgenomen hebben, er is aan het einde van het webinar nog tijd voor Q&A. Als jullie vragen hebben, je mag die wel tijdens dit webinar zeker al posten hier in de chat. Mijn collega Sarah die houdt de chat mee in het oog en die noteert de vragen zodat die ons niet ontgaan, natuurlijk. Alright, so let's get started. We gaan het hebben over Creative Cloud en dan meer specifiek telewerken. Wat zijn zo de onderwerpen die daar aan bod gaan komen? Ik ga nog een keer in het kort eventjes een overzichtje geven van de services die eigenlijk in de cloud inbegrepen zijn. Voor sommigen is dat soms nog een beetje een onbekend terrein, om het zo te zeggen. Maar daarnaast gaan we wel iets meer aandacht besteden aan de Creative Cloud Storage, de opslagruimte die je hebt. Ook de Creative Cloud Libraries, volgens mij een topfunctie als je daarmee aan de slag gaat. En dan daarna gaan we ook nog een keer eventjes gaan kijken naar hoe de Creative Cloud u in staat stelt om verbindingen te maken naar smartphone of tablet. Ik heb hier een mooie nieuwe iPad bij mij liggen, dus ik ben zelf een keer eindelijk met Photoshop aan de slag kunnen gaan. En we gaan een keer kijken naar een paar interessante apps daar en hoe dat die zich eigenlijk verbinden met uw desktop, om het zo te zeggen. Goed, klein overzichtje. Ik ga mijn scherm eerst delen met jullie. En ik hoop dat iedereen dat goed kan zien zo. Voilà, ik ga dit vervelend balkje hier nog eventjes verbergen. Ik heb momenteel de Creative Cloud Desktop App opengezet op mijn computer. Nu, wat is dat ding? Voor de mensen die dat nog nooit gezien hebben, ja, die zullen niet bestaan, denk ik. Dit is de app waar dat je natuurlijk moet zijn om je updates te gaan doen van je software van Adobe. Dat is ook waar dat je nieuwe applicaties kunt installeren of uninstallen als je dat wilt. En elke keer dat dat ding open gaat, ja, krijg je dit overzicht van de apps te zien. We zitten hier linksboven ook op het onderdeel apps. En dan krijg je die allemaal te zien. Ik heb dat al een keer overlopen in een vorige sessie ook dit. Dus aan het gegeven van de apps zelf ga ik niet te veel tijd meer gaan besteden natuurlijk. Misschien juist nog even voor de Mac-gebruikers. Dat zit dus hier bovenaan. Ik ga die eventjes sluiten. Als we op het wolkje hier bovenaan klikken, dan krijg je die app te zien. Bij de PC-gebruikers zit dat onderaan rechts bij de klok ergens genesteld in een submenuutje. Goed, van hieruit dus update van alle apps. Die app zelf, de Creative Cloud Desktop App, is ook sterk geüpgrade vorig jaar. En dat was vroeger een veel kleiner venstertje, nu is dat een redelijk groot applicatievenster geworden. We kunnen dat nu ook vergroten en verkleinen. Het is een beetje gebruiksvriendelijker geworden, maar dat hebben ze vooral gedaan voor dit, het gedeelte Your Work, dat hier bovenaan links staat, of uw werk. Nu, als we naar daar gaan, dan krijgen we eigenlijk onmiddellijk toegang tot onze Creative Cloud Libraries. Dus dat wil ik al eventjes laten zien, maar we gaan daar nog in-depth op terugkomen zo dadelijk. Ik ga eventjes terug naar het apps-gedeelte. Nog twee services die ik eventjes een keer aan bod wil laten komen voor de mensen die het nog niet ontdekt hebben. Adobe heeft zijn eigen stock-website. En hij doet op het verkeerde scherm open. Adobe Stock, zeer sterk te vergelijken met Shutterstock natuurlijk. Nu, waarom haal ik het aan? Ik heb geen aandelen bij Adobe of zo, dus
maakt mij niet zozeer uit of dat je daar een abonnement op neemt of niet. Goed om weten natuurlijk is dat je daar een extra abonnement voor nodig hebt voor Adobe Stock, maar dat is bij Shutterstock en andere stockwebsites niet anders. Maar de reden dat ik het aanhaal is omwille van de naadloze integratie natuurlijk met de Creative Cloud. En dan gaan we straks zien hoe diep dat die integratie eigenlijk loopt met de andere apps die we hebben. Dus ik ga die website hier al zeker laten openstaan. En nog een zeer interessante dienst, waar dat de meeste mensen denk ik wel al gretig gebruik van zullen maken, dat is Adobe Fonts. Adobe Fonts is een bibliotheek van momenteel 1981 lettertypenfamilies. Woehoe, mijn geboortejaar. Dus 1981 fontfamilies waar dat je gebruik van kunt maken. Even dit veranderen, telewerken. Gigantische bibliotheek, dus allemaal inbegrepen in uw abonnement. En jij mocht die fonts commercieel gebruiken, uiteraard. Waarom haal ik dit ook aan? Het is iets wat de meeste mensen wel kennen. Maar hier ook zijn er met de Creative Cloud, zeker naar mobile toe, is er een interessante mogelijkheid bijgekomen om die fonts op mobile devices te gaan installeren. Maar daarover ook straks meer. Goed, ik ga het eerste grote onderwerp aansnijden. En dat is de Creative Cloud File Storage. Nu, om even al een beetje duidelijk te gaan stellen, er zijn eigenlijk twee fundamentele manieren van uw materiaal mobiel maken en gaan delen met andere mensen. We hebben een klassieke cloud storage, zoals dat we die ook hebben bij Dropbox, Google Drive of OneDrive. En dat is wat we noemen de Creative Cloud Files. Nu, de Creative Cloud Files, waar vinden we die? Op het eerste zicht in dit venster kun je daar niet naar kijken, naar de CC-files. Ik ga die vanaf nu zo noemen. De CC-files kunnen we hier niet bekijken. Ook als we naar Your Work gaan, linksbovenaan, wat we hier te zien krijgen, dat zijn de CC Libraries. En dat is nog iets heel anders dan de files die we hebben. Hoe kunnen we daar dan wel naartoe gaan? Wel, er zijn een paar wegen om daar eigenlijk te geraken in onze CC files. Eerst en vooral vanuit dit venster ga ik ze een keer benaderen. We hebben rechtsbovenaan een wolkje staan en daar verschijnt dan de tooltip Cloud Activity bij. En als ik daarop klik, dan krijg je eigenlijk een overzicht van uw storage, uw cloud storage, hoeveel dat je hebt. En wat dat die opslag betreft, ik ben lang bevoordeeld geweest, maar ik merk dat ik nu benadeeld ben. Want de meeste mensen, als je dit thuis meevolgt, zullen merken dat je nu 1 terabyte opslag in de Creative Cloud hebt. Ze hebben dat vorige maand, halfweg mei, hebben ze dat, ja, tijd wordt relatief in deze coronatijden, halfweg mei hebben ze eigenlijk een upgrade uitgevoerd en hebben we zomaar even 1 terabyte opslag gekregen in de Creative Cloud. Nu, hier kun je zien hoeveel dat je dat gebruikt. Je kunt ook je sync hier gaan pauzeren of gewoon uitschakelen als je dat wilt. Maar dit zijn de wegen naar je file storage. En we hebben hier twee links staan. Open Sync Folder en Creative Cloud Web. En ik ga eventjes lokaal beginnen. Als ik klik op Open Sync Folder, dan gaat er een op mijn Mac Finder venster geopend worden. Op de PC is dat de verkenner die open zal gaan. En jij komt onmiddellijk in de Creative Cloud Files map terecht. Dat is een map die standaard geactiveerd wordt als jij dit ding, de Creative Cloud desktop app, installeert op je computer. Dus dat is zoals een Dropbox plugin installeren of de Google Drive plugin installeren. De Creative Cloud desktop app die zorgt daar ook voor. Terug naar de Finder. Dus we hebben hier een lokale map op onze computer en uiteraard alles wat wij daar inzetten in die map of wat wij aanmaken van submappen bijvoorbeeld, eventjes aanmaken, nieuw project, ik druk op enter, dan gaan we onmiddellijk hier bovenaan zien dat de cloud aan het synken is. Dus hij is die map nu aan het uploaden.
En zo gaat dat uiteraard met alles wat dat je daarin zet. En je kunt daar ook eender welke bestanden natuurlijk gaan in droppen, om die eigenlijk altijd in de cloud beschikbaar te hebben. Documenten in de cloud zetten is handig voor uw eigen workflow. Geen wolkje rechtsbovenaan, zegt Kim van der Heijden. Wel, als je dit cloud-icoon niet hebt. Ik zal er anders straks eventjes op terugkomen, Kim, als het goed is, aan het einde van de sessie. Maar normaal gezien zou je dus de Creative Cloud Desktop app moeten kunnen openen. En dan rechtsboven heb je hier het wolkje met de Cloud Activity of het Creative Cloud icoon genesteld in uw Mac programbar bovenaan het scherm. Goed, als dat niet zo is, dan heb je mogelijk de Creative Cloud software, de desktop app, alleszins niet op je computer geïnstalleerd. En dat kan liggen eventueel aan het bedrijf of zo waarvoor dat je werkt. Maar dat kunnen we straks een keer bespreken. Goed, dus de files, dat is één manier om naar uw files te gaan kijken. Dus de OpenSync folder link brengt u naar de lokale map. Daar kunt u al uw mappen gaan beheren. Maar we hebben hier ook de weg naar het online gedeelte. We hebben hier ook Creative Cloud Web. En alternatief voor deze weg, ik wil jullie niet te veel in de war brengen, maar we kunnen ook hier op dit bolletje gaan klikken. Links to Creative Cloud Web zien we daar staan. En daar kunnen we naar onze Cloud Documents gaan. Okay. Goed, ik ga terug deze weg gebruiken en ik klik hier op Creative Cloud Web. Even de site erbij halen. En dat brengt ons onmiddellijk in onze Creative Cloud File Storage online. Goed, dus wij zitten op de website van Adobe en dat is assets.adobe.com. Normaal zijn je ook automatisch ingelogd door vanuit de Creative Cloud Desktop app te vertrekken. En eigenlijk online op de website kunnen we al ons materiaal dat in de cloud staat gaan beheren. Onze files, als ik aan de linkerkant kijk, onze files, onze libraries kunnen wij daar allemaal gaan bekijken. Zaken die ik gepubliceerd heb, dat zijn documenten vanuit Photoshop of XD of bijvoorbeeld Dimension. Die hebben allemaal een mogelijkheid om projecten te gaan publiceren online. Zaken die gedeeld zijn met mij en ook, niet onbelangrijk, deleted zaken. Maar daar kom ik straks nog op terug. Dus wij hebben hier een overzicht van al onze files en ondertussen. Dus zien we ook die folder nieuw project die ik zo net had aangemaakt. En ik heb hier nog een pak andere folders staan van eigen projecten natuurlijk. Als ik ietsje naar de rechterkant hier ga kijken op de website, dan zien we dat we ook in een thumbnail view kunnen gaan omzetten. En we hebben hier ook de mogelijkheid om nieuwe mapjes aan te maken of zaken te gaan uploaden. Nu, net zoals bij Dropbox en Google Drive, kun je ook gewoon files nemen vanuit je verkenner of je finder en die hier gewoon in gaan slepen als we dat willen. Dus dat is heel gemakkelijk om die eraan toe te voegen. Nu, mijn voorkeur die gaat altijd uit naar de finder. We zijn het allemaal heel gewend om met onze Finder te werken, natuurlijk. Dus dat is de eenvoudigste manier om eigenlijk uw files te gaan beheren voor uzelf. Nu, dat is voor uw eigen beheer van uw files natuurlijk. Maar zodra dat we eigenlijk willen gaan samenwerken met andere mensen, dan gaan we wel naar de website van Adobe moeten gaan. Dus dan gaan we wel hier eigenlijk terechtkomen. Nu, ik heb daar net een nieuw projectfoldertje aangemaakt. Ik ga daar een keer even op klikken. Hop, en dan kan je zien, ja, dat is een nieuwe folder uiteraard. Daar staat nu niks in momenteel. Maar ik kan u dat wel een keer tonen als ik hier eventjes dit erbij haal. Random afbeelding even erin slepen. Voilà, en dan wordt dat gewoon toegevoegd aan die map. Je krijgt hier ook onmiddellijk een pop-up te zien. Wat niet zou mogen. Notificaties uitzetten. Goed, dat er een nieuw document werd toegevoegd. Goed, eventjes terug naar het hoofdniveau hier. Dus
Die nieuwe projectfolder, daar zit nu één bestand in. En we gaan onmiddellijk een keer gaan kijken hoe kan ik nu eigenlijk gaan samenwerken met andere mensen. Dus naast de naam van de map zien we hier drie puntjes. En als we daarop klikken, krijgen we een aantal opties te zien om dingen met die map te gaan doen in onze CC-files. We kunnen die herbenoemen, we kunnen ze verplaatsen, we kunnen ze kopiëren of we kunnen ze gaan deleten. Maar we gaan uiteraard gaan kijken naar de share-mogelijkheden die we hier hebben. Ik ga daar eventjes op inzoomen voor jullie. Klikken we op share, dan hebben we twee opties hier. Invite en get link. Nu, dat is een belangrijk verschil tussen die twee, invite en get link. Als we voor de invite optie gaan, dan moeten we er eigenlijk een beetje van uitgaan dat dit is richting andere Creative Cloud gebruikers. Want ik denk dat sommigen van jullie misschien al de vraag hebben van, ja, kan ik delen met mensen die geen Creative Cloud hebben? Kan ik delen met mensen die wel Creative Cloud hebben? Dat gaat allebei, maar de mogelijkheden zijn uiteraard anders natuurlijk. Dit venster te zien, en kan ik eigenlijk gewoon op basis van e-mailadres anderen gaan uitnodigen om lid te worden van deze map. Goed, ik ga mijzelf uitnodigen, maar onder een ander e-mailadres, zodat we dan een keer in actie kunnen zien. Let's collaborate ga ik hier zetten, dus je kunt daar een berichtje bij tippen. En voordat we heel enthousiast op de invite-knop hier gaan klikken, is er nog een belangrijke optie die we hier kunnen instellen. Wij hebben rechten die we kunnen geven. Oei. Het geluid valt weg. En het beeld ook, zegt er iemand. Geen geluid? Ah, oké. Oké, bij Vanessa is het terug ondertussen. Alright. Oei, het is een beetje wankel, heb ik de indruk. Refreshen, ja. Nu, we hadden daar in een eerdere sessie ook al een keer probleempjes mee. Maar de vorige sessie hier liep dat van een leien dakje. Mogelijk zou dat kunnen te maken hebben met screensharing die ik hier heb ingesteld. Alright. Goed, nu, ik houd het in het oog en ik word ook op de hoogte gebracht als er een probleempje is bij de andere mensen. Dus we hadden het over het uitnodigen van andere mensen om deel te nemen of samen te werken in een Creative Cloud map. En we deden dat online op de website. Ik ga dat eventjes snel herhalen. Dus ik klik hier op de drie puntjes naast de mapnaam. Ik ga naar Share en ik klik op Invite of Uitnodigen. Goed, dan kan ik een mailadres ingeven. Nu, om dit vlot te laten verlopen, moet je wel zien dat je over het mailadres beschikt dat de persoon waarmee je wilt samenwerken gebruikt voor zijn Adobe-account, zijn Adobe-ID. Dat is niet in alle bedrijven noodzakelijk hetzelfde. Dus misschien best altijd een keer dubbel checken, toch? Goed, en dan laten we samenwerken, ga ik hierin typen. Voilà. Nu, dit was die of wijze van samenwerken die we kunnen gaan kiezen. Dus, heel kort, we kunnen gaan zeggen, oké, persoon die dat ik uitnodig kan enkel de files bekijken. Die kan die bekijken en die kan ze ook gaan delen. We kunnen zeggen, die persoon kan ze gaan bewerken. Of die kan ze gaan bewerken en ook delen met anderen. Dus we hebben eigenlijk vier manieren van delen of samenwerken met andere mensen. Nu wil jij de files die je deelt met iemand anders beschermen. Als je niet graag hebt dat andere mensen die gaan bewerken, dan zet je dat puur op Can View. Dan hebben zij niet de mogelijkheid om die te deleten, overschrijven. Oké, dan hebben die niet de mogelijkheid om die te gaan deleten of overschrijven. Maar het is aan u om de juiste keuze te gaan maken. Ik ga nu zeggen Can Edit. Voilà. En dan klik ik op Invite.
Nu, wat gebeurt er dan aan de andere kant? Daarvoor ga ik eventjes in een andere browser inloggen. Ben ik even vergeten klaar te zetten. Adobe.com, voilà. Dan zitten we hier. Op dezelfde website, maar met dat andere Adobe ID, dan gaan we hier zien dat ik eigenlijk bij de meldingen, en normaal gezien ga je dat dan ook op de desktop krijgen, dat ik een uitnodiging krijg hier in het meldingscentrum om lid te worden van de MAP Nieuw Project. Ik klik dan op Accept. Voilà. Ik ga dat hier ook nog even accepteren. Dat was een ander mapje dat ik al had klaargezet. Voilà. En als ik dan eventjes terug ga naar hier, naar de eigenaar, dan gaan we hier ook zien dat ik zelf in dit geval de map aanvaard heb. Dus dat ik de samenwerking aanvaard heb. Dus je krijgt er ook continu notificaties van, wat dat wel interessant is natuurlijk. We gaan ook updates krijgen als mensen daar zaken aan toevoegen aan die map en dergelijke. Dus dat kan ik nu wel eventjes tonen. Als ik hier in Safari ga, even zien, Project Tippo, dan ga ik naar Your Work. Voilà. Ik ga hier naar Shared with You en hier zou normaal die map project en nieuw project moeten verschijnen. En nu kan ik daar eigenlijk hier ook zaken aan gaan toevoegen. Ik ga er eventjes een bestandje in slepen dat dan geüpload wordt. Voilà. En dan gaan we ook zien hier, normaal gezien, als die eventjes refresht. Ik ga er alleszins desktop notificaties van krijgen als er bestanden worden toegevoegd hieraan. Goed. Dus dat is de manier eigenlijk van mappen gaan delen met andere mensen. Dus even recapituleren. We klikken gewoon hierop. Je klikt op share, invite. En dan kun je hier gaan zeggen met wie dat je die wilt gaan delen. En niet te vergeten de rechten instellen. Nu, als je dat vergeten waart in het begin, zodra dat je terugkomt in het invite-scherm, hier zie je ook de vorige toegevoegde mensen hier staan. En je kunt die rechten eigenlijk altijd gaan aanpassen. Je kunt mensen ook uit de map gooien, zodat ze niet meer deelnemen aan deze map. Nu, er was nog een andere manier van delen eigenlijk. En ik ga daarvoor eventjes in deze map gaan, want daar heb ik een mapje, een bestandje klaargezet, normaal gezien. Kijken. Tippo Brand Assets. Dus niet hier. Ik ga even in mijn Finder kijken. Daar gaat dat iets sneller gaan. Dus ik ga hier Tippo. Oh, het is in de share map dat ik moet zijn. Dus ik ga terug naar dit niveau. Nog een niveautje hoger. Michael, in de share map dus. Voilà. Hier heb ik een Photoshop document staan in mijn cloud opslag. En ik ga nu hier een keer via deze weg gaan en ik ga zeggen get link. Nu, we zien ook al dat er hier geen share optie is. Hier hebben we enkel de optie get link. En dat is ook wat we te zien krijgen als we dus de share link optie gaan gebruiken. Nu, waar zorgt dat voor share link? Dat geeft ons uiteraard een URL. Nu kunnen we geen mailadres ingeven, maar we kunnen een URL gaan kopiëren die we dan kunnen mailen naar eender wie. Ook niet Creative Cloud gebruikers. En hier heb ik nog een aantal zaken die ik kan instellen. Allow commenting en allow save to Creative Cloud. Nu, ik ga die allebei aan laten staan. En ik ga deze link ook een keer in Safari gaan openen. Zodat we daar zien alsof dat we een niet-Adobe gebruiker zijn, wat dat nu eigenlijk op. Gebruikers kunnen dus gewoon rechtstreeks naar die PSD-file gaan kijken. En dat geldt ook voor Illustrator-files en voor InDesign-files. Die kunnen gewoon naar dat document gaan kijken online. Ondanks het feit dat dat een PSD, AI of INDD bestand is, natuurlijk. Nu, er zijn hier nog een aantal interessante zaken die kunnen gedaan worden. Bijvoorbeeld, als we kijken aan de rechterkant.
Als ik een bestand via Link deel. Dat is een zeer goede vraag, Katrin. En je zei me daar een beetje te snel af mee eigenlijk. Want we weten, er is voor InDesign nog altijd een probleempje in de webview. Bijvoorbeeld fonts worden, lettertypes worden niet correct weergegeven in de browser, sowieso. Nu, wat dat de fonts betreft, zeker met Adobe fonts. We weten als we met InDesign-files werken, we moeten altijd gaan packagen en de lettertypes meesturen naar een klant. En dan sturen we dat naar iemand ja, met het doel dat hij die zelf kan aanpassen. Dus gaan we er ook vanuit dat die persoon InDesign heeft. Bij PSD-files zou dat hetzelfde zijn. Hè? Als we een PSD-file doorsturen naar iemand anders of gaan delen en die kan die downloaden, dan gaan we er ook vanuit dat die persoon dat die Photoshop heeft en een Creative Cloud abonnement natuurlijk. Nu, als daar Adobe fonts in gebruikt zijn, de fonts van Adobe zelf, dan kan die gewoon activeren. Natuurlijk zijn dat unieke, niet unieke fonts, maar fonts die je zelf had aangekocht. Dan ga je die alsnog moeten packagen of achteraf meesturen bij die file. Uiteraard, ja, we spreken over CC-files. Je kunt lettertypes hier ook altijd bij in opslagen natuurlijk. Dus als jij bij je project hier in je sharemap zegt, oké, nieuw folder fonts, dan kun je daar uiteraard ook lettertypes in gaan zetten en die zo aan je klant bezorgen. Maar de visualisatie, is misschien het antwoord op je vraag, de visualisatie van lettertypes heeft nog een probleempje eigenlijk hier in de browser. Oké. Back on track, wat kunnen we hier nog doen in de Creative Cloud? En zeker in de online view van de files. Dat vind ik persoonlijk een heel interessante, dat is de commenting feature dat we aan de rechterkant hebben. Die kan ook gebruikt worden door niet, Creative Cloud gebruikers. Dus ik kan hier zeggen, visual is zeer mooi, ga ik hier schrijven. En ik ga een keer op submit klikken. Maar nu zegt hij, oh, jij moet eventjes inloggen met een Adobe-ID. Of als je een gast bent, dat ben ik zeker. Mikey, continue, voilà. Dan ben ik gewoon een guest. En dat is belangrijk, dat natuurlijk de persoon aan de andere kant ziet ja, wie dat er gecomment heeft natuurlijk. Nu, we kunnen comments gewoon gaan typen. Mooi ontwerp bijvoorbeeld. Maar we kunnen ook markup gaan doen. Zeggen, die kleur is niet zo mooi, bijvoorbeeld. Submit. En dan is dat zeer doelgericht. En we kunnen ook pins gaan plaatsen. Gebruik eens een ander vormpje. Voilà. Submit. En uiteraard. Zoals dat elke klant wel eens vraagt. Logo groter. Uiteraard. Voilà, dus dat is wel een interessante feature, die commenting. Langs de andere kant, wat gebeurt er daar dan als ik nog een keer in Chrome ga gaan kijken? Voilà, ik ga dat hier eventjes terug sluiten. Dan krijg ik hier te zien in mijn notificatiecentrum dat daar allemaal comments opgegeven zijn. Nu voor de mensen die soms gek worden van al de pop-ups en notifications op hun systeem. We hebben hier heel wat settings in onze account, als ook van hieruit. Moet ik een keer gaan kijken. Dat gaat hier in het settingsvenster zijn, dus op het tandwieltje, notifications. En daar kun je zeer selectief gaan zeggen van welke zaken dat je wel of geen notificatie. Voilà. Terug naar de webinterface. Nu, we zitten in een Photoshop-document te kijken in onze browser momenteel. En die heeft nog wat hoger liggende mogelijkheden eigenlijk, dat we niet hebben bij een InDesign of een Illustrator. En dat zijn bijvoorbeeld de lagen die we hier zien. Het is namelijk mogelijk om bijvoorbeeld bepaalde zaken aan en uit te zetten. Hop, nu is die achtergrond verdwenen. Ik kan ook het bannertje van ons hier eigenlijk weghalen. En zoals gezegd, kan dat dus gedownload worden hier. Hop, en ik ga zeggen allow, dat mag. En zo downloaden wij eigenlijk die file. Ik ga even kijken hier. Dat is dus de originele PSD-file die gedownload
gedownload werd. Goed, dat zijn zo wat de mogelijkheden voor CC-files. Hè? Dus om eventjes snel nog te recapituleren. Ik ga terug naar mijn Creative Cloud Storage hier gaan. Ik ga hieruit en ik ga naar Chrome browser kunnen teruggaan. Voilà. Dus ik ga hier naar Your Work. Dus we zaten in het files gedeelte. En van hieruit dus gewoon heel simpel mappen aanmaken. We kunnen mensen uitnodigen via invite om samen te werken. Of we kunnen een link naar een map versturen en die is dan ook bruikbaar voor niet-Creative Cloud gebruikers. Nu, we weten dat we allemaal heel vaak WeTransfer gebruiken om bijvoorbeeld documenten heen en weer te slingeren tussen verschillende partijen. Ik vind cloud storage zeer handig, omdat we daar ook gewoon direct toegang toe hebben. En het is eigenlijk een open communicatielijn die je mogelijk maakt met andere personen waar je mee samenwerkt. Goed, tijd om naar libraries te gaan kijken. En ik ga hier eventjes de vraag stellen. Wie is er van jullie hier vandaag al aan de slag met libraries? Ik ga eventjes naar camera switchen. Dus de vraag was, wie van jullie werkt er momenteel al met Creative Cloud libraries? Oké, Vanessa. Yes. Katrien schrijft ja met uitroepteken. Die is er precies enthousiast over. Vroeger wel, maar nu niet meer. Oké. Soms. Ja. Oké, prima. Goed. Dus heel wat mensen dat er al mee aan de slag zijn. Dat is goed om te zien. Ik ben zelf zeer grote fan van Creative Cloud Libraries. Het heeft toch wel een tijdje geduurd, want ze zijn er inmiddels toch al 4-5 jaar. Ik denk zeker 4 jaar de Creative Cloud Libraries. Maar de eerste jaren was dat een redelijk onbekend terrein voor veel mensen. En ik heb bij mezelf gemerkt doorheen de jaren, ene keer dat je daarmee aan de slag gaat en je hebt het door het principe van de Creative Cloud Libraries, ja, dan is dat natuurlijk een superhandig gegeven om mee te gaan werken. Want je hebt je zaken, al je materiaal, nog veel dichter bij de hand dan vroeger. Nu, eerst en vooral CC-libraries. Laten we een keer gaan kijken waar dat we die dingen dus allemaal vinden. En ik ga nu eerst en vooral terug naar de Creative Cloud Desktop app. Dus dat ding dat we van hier kunnen gaan openen. Want met de update vorig jaar van de Creative Cloud Desktop app hebben ze CC-libraries eigenlijk front en center geplaatst in de Creative Cloud Desktop app. Dus ik heb die hier geopend. Ik ga naar het onderdeeltje Your Work hier bovenaan. En dan krijgen we eigenlijk onmiddellijk in deze app een zicht op onze Creative Cloud Libraries. Dus aan de linkerkant hebben we de hele lijst met onze libraries staan. En ik heb hier een paar opmerkingen gezien. Ik gebruik dit voor logo's, voor kleuren. Er zijn eigenlijk 101 manieren waarop dat je dat kunt gaan gebruiken. Logo's en kleuren, dat is een zeer courant voorbeeld. Vooral gewoon toekoer uw huisstijl eigenlijk daarin te gaan zetten. Of de huisstijl van de klanten waarvoor dat je werkt. Wat ik hier momenteel heb openstaan, dit is bijvoorbeeld de huisstijl van onze eigen Talent Academy. En zoals dat je kunt zien, zijn dat inderdaad een hoop visuals, logo's van de eigen divisie, van de subdivisies die wij hebben. We zien hier ook stijlen staan. Dat is ook iets dat mogelijk is. Uiteraard kleuren die kunnen daaraan toegevoegd worden. En dat is het zo'n beetje wat dat de types betreft. Okay. Dus de libraries, we kunnen er van hieruit gaan aanmaken als we willen. We hebben hier bovenaan, naast het woordje libraries, hebben wij Create New Library. Er staat hier ook zoiets als Follow Public Libraries. En ik ben nu zelf een keer nieuwsgierig wat daar allemaal te vinden is. En dan gaan we wat zaken vinden die door Adobe eigenlijk aangeboden worden. En dan kun je die library een keer gaan bekijken. Die gaat hier blijkbaar online open. Ik ga eens eventjes zien.
op. En dat is een public library met een hoop grafische assets erin. Vaak is dat ook aan tutorials van Adobe gekoppeld. Dus maar er is wel wat free stuff online te vinden. Nu, dat is niet het interessante natuurlijk aan libraries. Daar zelf mee aan de slag gaan voor uw eigen, dat is veel interessanter. Dus ik heb vandaag ook nog een keer opkuis gehouden, want dat kan wel al een keer uit de hand lopen hier. Voor de mensen die daar nog minder mee werken, of minder bewust met CC-libraries werken, is het mogelijk dat jij hier een hele lijst hebt staan met mijn bibliotheek of my library, en dat die daar zelfs 20, 30 keer staat ondertussen. Nu, dat is gekomen door een de zaken gaan aanklikken. Als je bijvoorbeeld hier een library rechtermuis klikt, dan kun je zeggen, oké, delete. Of je kunt ze netjes een naam geven, zodat dat voor jezelf ook wat duidelijk is waarvoor dat die library dient natuurlijk. Nu, de huisstijl, zoals ik zei, is een heel courant voorbeeld. Dat is ook wat ik hier heb staan. Maar bijvoorbeeld, ik moet heel veel communicatie maken rond Adobe Tools. Dus ik heb ook een Adobe Brand Assets bibliotheek, zodat ik al die icoontjes van de Adobe apps altijd bij de hand heb. Ik gebruik ook in veel van mijn oefeningen superhelden afbeeldingsjes, dus ook daarvoor heb ik een Creative Cloud Library met eigenlijk allemaal de koppen of de hoofden van de superhelden, en dan kan ik die gebruiken in Adobe XD of zoals ik een keer een user icon moet gaan maken. Dit is een ander voorbeeld, dat is een icon set die wij zelf hebben staan voor toepassing online, maar wij hebben die volledig zelf gedesigned. Dus dat staat volledig in een CC-library. Kunnen we gemakkelijk altijd een beroep op gaan doen, natuurlijk. En dit wordt de nieuwe stijl of de nieuwe library die we nu hanteren. Dus hier ook weer logo's, maar ook bijvoorbeeld portretfoto's van al onze trainers staan daarin. Voilà. Goed. Dus beheer via deze app is zeer makkelijk geworden. Nu, ik ga een keer naar een nieuwe bibliotheek dat ik heb aangemaakt. En ik ga hier even op View by Type zetten. Een van de nieuwigheden dat we nu hebben, is dat we vanuit de Creative Cloud Desktop app eigenlijk heel gemakkelijk zaken kunnen gaan toevoegen. Nu, aan de rechterkant hier zien we een plus-icoontje staan. En als ik daarop klik, dan gaan we uiteraard een drop-down of een pop-up venster krijgen om eigenlijk files te gaan toevoegen aan deze CC-library. Maar ik ga het nog eenvoudiger maken. Goed, ik ga hier eventjes kijken. Ik heb hier nog een mapje staan met daarin brand assets. En ik heb hier een pak logo's staan eigenlijk van Typographics zelf nu. Nu, voordat ik die hier iets te enthousiast insleep, ik ga een keer de weergave hier veranderen van View by Type naar View by Group. En ik ga een nieuwe groep maken en ik noem dat Typo Logos CMYK. Niet onbelangrijk, ik ga die groep ook selecteren. Voilà. En dan haal ik gewoon mijn Finder venster er hierbij. Ik selecteer al die files, uitgezonderd de PDF. En ik sleep die hier gewoon los in die CC-library. Dus, dat is zeer gemakkelijk geworden. In het verleden moesten wij dat heel anders doen. We moesten die file openzetten in Illustrator. En je ziet, ik heb hier al onmiddellijk 9 items. Dus dat wil zeggen, anders 9 files openen en dan elke keer selecteren en in de library slepen. Maar nu is dat dus super simpel. Je zet gewoon je Creative Cloud Desktop app open. Je houdt dat er hiernaast en je sleept heel dat boeltje in één keer gewoon in die CC-library. En hij maakt daar allemaal CC-library assets van. Nu, voor de mensen dat er minder mee vertrouwd waren met de CC-libraries, wat dat we hier nu dus zien, in deze CC-library, er zijn eigenlijk geen fysieke bestanden meer van aanwezig op onze computer. Die zijn puur virtueel in de cloud aanwezig. Goed, dus dat is heel gemakkelijk geworden. Je moet zelf maar een keer onderzoeken wat dat hij accepteert en niet met de drag-and-drop-methode. JPEGs, PNG's, PDF's, Illustrator, PSD, dat gaat hij allemaal accepteren.
Maar bijvoorbeeld een InDesign-file, daar gaat die, dat gaat hij weigeren, omdat er nog geen mogelijkheid is om eigenlijk een InDesign-file in een CC-library te gaan zetten. Okay? Dat werkt op een iets andere manier eigenlijk daar. Goed. Voilà, dus heel gemakkelijk geworden via de Creative Cloud Desktop app. Nu, eventjes gaan, we gaan dan een keer eventjes gaan bekijken van binnenin onze apps, hoe dat zich daar eigenlijk laat zien, de CC-libraries. En ik ga daarvoor een nieuw InDesign-documentje opstarten. En ik ga onmiddellijk hier aan de rechterkant het CC-libraries-paneel erbij halen. Nu, sommige mensen hebben dat misschien al verborgen, dat paneel. Het noemt nog niet overal hetzelfde. Bij Photoshop is het nog libraries, bijvoorbeeld. Maar ik zei dat heel snel hier net. CC-libraries zijn dus als een paneel aanwezig in zo goed als elke Adobe-app. Inclusief ook een After Effects, een Premiere. Dus je hebt altijd je middelen zeer kort bij u. En hier kunnen dat dus nu ook zien. Deze zijn al geüpload. Ik kan die daar gewoon uitslepen en plaatsen in mijn InDesign-file. Nu, hier verandert onze manier van werken een beetje. Ik ga eventjes het linkspaneel van InDesign erbij halen. Dat kennen de InDesign-gebruikers wel, hè? Dus dat is waar dat we al onze geplaatste afbeeldingen en dergelijke kunnen zien. En hier zien we nu een wolk-icoontje erbij. En dat duidt eigenlijk aan dat dit een Creative Cloud Library asset is dat geplaatst is. Dat linkt dus ook naar de CC Library. Nu, je kunt, al, je kunt je daar al zorgen over maken natuurlijk. Maar wat dat betreft, het gebruik van die CC Library assets in InDesign, als je je InDesign file gaat packagen op het einde van de rit, dan worden die ook in de linksmap allemaal gestopt. Dus eigenlijk gedownload. En dan komt dat wel goed in de package. Voilà, dus dat is hoe dat we middelen in InDesign kunnen gaan slepen. Ik heb hier uiteraard nog wat andere zaken staan dat ik daar nu heel gemakkelijk ook in kan gaan plaatsen natuurlijk. Maar richting InDesign zijn er nog wel wat andere zaken die, die eigenlijk interessant zijn. Als je het nu nog goed herinnert, ik had hier ook stijlen staan in een andere library. Dat was niet in deze, maar in de Academy Style Guide normaal gezien. Voilà, een keer zien. Hop. En dus ook stijlen kunnen hier gebruikt worden. Even titel, ik ga een mis... Mijn excuses voor de storingen soms. Goed, ik was er volledig uit. Maar ik ben nu... Dus, ik had het net over het gebruik van stijlen bijvoorbeeld. En dan kunnen we zien dat we ook stijlen hier kunnen gaan toepassen. Nu, een andere toepassing daarvan die ik zelf soms een keer gebruik. Ik heb een specifieke CC-library voor mezelf gemaakt. Waarin dat ik mijn stijlen die ik veel gebruik eigenlijk opsla. En één voorbeeldje daarvan is de opmaak van tabellen in InDesign. Nu, opmaak van tabellen, daar komen heel wat stijlen bij kijken. Cell styles, table styles, paragraph styles, you name it. En wat heb ik hier staan? Ik heb eigenlijk een keer ooit één tabel in een CC-library gesleept. Ik ga nu even het omgekeerde doen. En ik plaats die nu hier. Hop. En als alles goed gaat, zou die normaal al die stijlen moeten meebrengen. Styles. Table styles. Even kijken. Voilà. Dus hij heeft al mijn table styles, al mijn cell styles meegebracht. En dat is natuurlijk mooi. Dat moet ik dan niet allemaal opnieuw gaan maken. Dus je kunt perfect een opgemaakt stukje tekst gaan nemen, met stijlen inclusief. En we kunnen dat ook gewoon zo in een library gaan droppen. Hop. En dan gaat hij ook al die stijlen daarmee in opslaan. Wat dan natuurlijk handig is.
Goed. Nu, andere zaken. Nu ga ik een keer naar Illustrator eventjes gaan kijken. Dus in Illustrator, stel dat we daar een logo hebben staan. En ik ga daarvoor eventjes een logootje openen. Client input, brand assets, marker. Pantone-logo's even nemen. Oké, die gaat open. Dus ook hier binnen Illustrator zelf kunnen wij eigenlijk een element gaan selecteren. En je kunt dat heel simpel in je CC-libraries gaan slepen. En dan wordt dat ook geüpload. Even noir noemen. Anderzijds kunnen we ook kleuren gaan opslaan. Daarvoor moeten we ook een element met die kleur bijvoorbeeld gaan selecteren. En dan onderaan in het CC Libraries paneel links heb je een plus-icoontje. En dan kunnen we zeggen: Oké, ik wil die vulkleur daaraan toe gaan voegen, bijvoorbeeld. Dus ik klik hier op Fill Color en dan wordt die ook toegevoegd. Voilà, hier aan mijn CC Library. Zo. Goed. Nu, we willen ook wel een keer gaan samenwerken misschien met die CC libraries. En dat kan natuurlijk. Dus ook hier kunnen we rechtermuis klikken vanuit de Creative Cloud Desktop app bijvoorbeeld op de Collaborate link of de Share link. En dit is eigenlijk wel hetzelfde principe als bij de CC files. Dus je kunt hier op basis van mailadres gaan uitnodigen en ook weer zeggen of dat ze kunnen bekijken of editen, al dan niet. En op die manier deelde hij uw bibliotheek met anderen, binnen uw team bijvoorbeeld op het werk. Of anderzijds, wat ook interessant is, we kunnen ook een share link gaan creëren. En dan kunnen we eigenlijk die link bijvoorbeeld op onze website, op onze brandportal gaan posten en de mensen de mogelijkheid geven om bijvoorbeeld daar de library te gaan raadplegen of ze ook te gaan downloaden of toevoegen aan hun eigen Creative Cloud. Dus zeer handig, dan hebben die mensen ook gewoon binnenin alle applicaties onmiddellijk al die zaken voorhanden eigenlijk. Goed, dus die CC libraries nu, het is vooral een kwestie van daarmee aan de slag te gaan. Denk wel een pak eenvoudiger maken, vind ik. Die hebben een enorme impact op mijn workflow eigenlijk gehad binnen de Creative Cloud. Het is gewoon super gemakkelijk om ook tussen de verschillende apps middelen eigenlijk uit te wisselen en ze ook altijd bij de hand te hebben. Nu, in dat opzicht wil ik nog. Ik ben al 5 minuutjes over tijd, maar ik ga nog één laatste dingetje laten zien. Ik heb hier mijn iPad erbij. Een keer proberen. Camera was bedekt. Zo. En ik ga dit ook eventjes aan jullie tonen. Goed, dus wat jullie hier zien op het scherm is mijn iPad. En ik heb hier Photoshop op staan. Goed, nu ik ga Photoshop een keer eventjes openen op de iPad. En zoals dat je kunt zien, ik heb hier ook die creatie dat ik daar straks in de CC-files had staan. Nu, als ik dit ook nog een keer eventjes vanuit Photoshop ga benaderen, dus ik heb uiteraard hier ook dit staan. Als wij nu een file opslaan in Photoshop, en dat is nog maar enkele maanden zo, dan krijg je altijd dit venster te zien. Sommigen van jullie zullen al gezegd hebben: On my computer and don't show again. Maar dit is dus natuurlijk voor die samenwerking met Photoshop op de iPad natuurlijk. Dus als we zeggen Save to Cloud Documents, dan zal deze file nadien onmiddellijk beschikbaar zijn op onze iPad hier. Voilà. En kan ik die file gewoon gaan bewerken op de iPad in Photoshop? En zo zijn er via de cloud nog tal van mogelijkheden om eigenlijk een verbinding te maken tussen uw tablet of uw smartphone en eigenlijk de desktop. Nu ook hier, waar vinden we hier bijvoorbeeld libraries in terug? Stel het logo dat hier staat bovenaan, ja, dat is niet het juiste, dus ik ga dat uitzetten bijvoorbeeld. En ik kan hier een afbeelding gaan invoegen. En dan kan ik gaan kiezen vanuit files.
of vanuit libraries. En uiteraard bij libraries, voilà, kan ik hier gaan zeggen, ik ga TAW-TLE werken. Wat heb ik hier staan? Source files, nee, dat was typologos, CMYK, ik ga er nu dat eens in gooien. En dan kan ik gewoon dit aantikken, dan nog even gaan resizen. Voilà, en ik kan dat hier gaan plaatsen en dan. Voilà. En zo heb ik ook een connectie natuurlijk in de mobile apps van Adobe met die CC-libraries. Ja, het is wel fun op de iPad spelen met Photoshop, maar ik vind persoonlijk, er is nog werk aan de winkel. Ze kunnen daar nog veel verbeteren, maar het is zeker en vast geen slecht begin. We gaan dit jaar ook Illustrator normaal gezien mogen verwelkomen op de iPad. Daar kijk ik ook wel naar uit. Nog interessante apps vind ik die eigenlijk cloud georiënteerd zijn. Dat is Lightroom die je hier ziet staan. Lightroom is een van die apps die eigenlijk echt een multi-surface app is. Een van de eerste die dat deed eigenlijk. Want Lightroom op de desktop. Erik vraagt of enkel Optis plaatsen mogelijk is, of ook op coördinaten. Erik, ik ben er zelf nog maar een paar weken mee aan het spelen met dat Photoshop. Voor zover dat ik zie, is het enkel Optis. Ik kan daar wel rap nog een keer ingaan, als ik hier eigenlijk ga gaan klikken. Maar ik zie hier geen opties. Hop. Hier ook niet, ook niet. Nee, ik zie nog geen coördinaten momenteel. Nope. Dus dat zal nog een keer te bekijken zijn. Misschien dat ze dat wel nog gaan brengen. Alright, dus Lightroom is ook een zeer interessante cloud app eigenlijk. Een multi-surface app noemen ze dat bij Adobe, net zoals Photoshop. Omwille van het feit dat die identiek is, Lightroom, op alle devices. Desktop, mobile, tablet en zelfs in browser. Dus Lightroom kan nu ook in een browser gebruikt worden. Een andere app die ik zeer leuk vind om mee te werken is Premiere Rush. Die komt in ons volgende webinar eigenlijk aan bod. Daar ga je na afloop van dit webinar nog een link naar krijgen, waar dat je ook voor kunt inschrijven. En misschien last but not least, ook een zeer leuke, is Adobe Comp. Een soort van InDesign variant, om het zo te zeggen. Waarin dat we rough drafts kunnen gaan maken bijvoorbeeld en dat we heel gemakkelijk snelle schetsen kunnen gaan maken voor een layout. Hop. Met een titel bijvoorbeeld en hier kunnen we dan ook al onze Adobe fonts gaan gebruiken bijvoorbeeld. Hop. Ik ga die regular nemen bijvoorbeeld. Voilà. En ook hier natuurlijk, als we daar afbeeldingen in willen gaan plaatsen, kunnen wij vanuit de files, vanuit de libraries vertrekken enzovoort. En ook leuk aan deze app is, als we dit gaan exporteren, kunnen we zeggen, oké, stuur dat naar InDesign. En dan gaat normaal gezien, zo dadelijk, als die wat snel gaat, zou die dat in InDesign moeten gaan openen. Je merkt dat daar soms een beetje vertraging op zit, maar hij zal er wel doorkomen, normaal gezien. Goed, dus Adobe Comp, ook een zeer leuke. En voor de mensen die graag on the go wel een keer dingen vastleggen, ook op mobile, zeker ook op de smartphone, is Adobe Capture een zeer interessante app om een keer naar te gaan kijken. De meest bekende feature van Capture is om kleuren te gaan vastleggen. Hop. En dan kunnen we eigenlijk rondom ons gaan kijken en dan gaat die kleuren gaan samplen, als het ware. Voilà. En dan kan ik hier gaan zeggen, oké, safety. En waar gaat die dat saven? In een library naar keuze. Dus daar ga je eigenlijk van het capteren van kleuren rechtstreeks naar een CC-library. Oké, die mag dat doen. Voilà. En ja, mijn kleurpalet of mijn color stond ingesteld op
eigenlijk het capteren van een gradient momenteel. Nu, ik zeg het, die Capture-app, dat is ook eentje waar dat je een keer mee moet aan de slag gaan, want daar zit zodanig veel in. We hebben daar een soort van what the font bijvoorbeeld, die je toelaat om tekst te gaan detecteren bijvoorbeeld. Hop, kan ik hier tekst gaan vastleggen. Ik zeg, ja, dat is wat ik wil laten nakijken. Voilà, en dan gaat hij eigenlijk gaan zoeken welke lettertypes dat daar mee overeenkomen. Ik ga hier eventjes terug uit. En sluiten, voilà. Goed. Dus een zeer leuke app om mee aan de slag te gaan. Goed. Alright. De focus lag vandaag natuurlijk op de CC-files, de CC-libraries. Aan het eind nog eventjes de connectie met de mobile apps of de multi-surface apps laten zien. Ik weet niet of er momenteel nog vragen zijn die jullie willen stellen. Ik ga ook een keer kijken in de file die mijn collega heeft bijgehouden. Dus de fonts, dat was misschien meegegeven. Ja, dus de vraag van Katrien over de lettertypes had ik reeds beantwoord. Ah, Inge die stelt ook nog een vraag. Vroeger was er een shortcut om het object op dezelfde positionering te plaatsen als het stond toen je het kopieerde of versleepte. Ja, Inge, dat is nog steeds zo. En ik kan dat ook wel snel eventjes laten zien. Voilà. Daarvoor moeten we in InDesign zijn. Voilà. Want dat kwam daar net eigenlijk, was dat eventjes zichtbaar. Nu, ik weet niet voor het asset dat ik hier gebruik of dat dat daarvoor even goed gaat werken, maar kijk, als ik dit eruit sleep, op, ja, als ik Alt ingedrukt hou, dan zie je dat het icoon verandert. Ik ga er even, nou, de cursor zoomt hier niet op in. Maar als ik Alt ingedrukt hou, dan zie je dit tekentje en dat wil zeggen, voilà, dat hij dat op coördinaten gaat plaatsen. Zo. Dus ja, Inge, dat zit daar nog steeds in, die functie. Goed, ik kan nog een keer eventjes verder kijken doorheen de vraagjes. Alright, indien dat er geen vragen meer zijn, oh, het is met al toetsingen, dan ja, zit onze tijd erop voor vandaag. Bedankt om hier aanwezig te zijn. Er volgt zo dadelijk nog een evaluatieformulier. Wij kijken uit naar uw ongezouten mening. Dat is belangrijk voor ons. En nadien krijgen jullie ook nog eventjes een zicht op wat er nog zit aan te komen. Dus bedankt om hier vandaag bij te zijn. En tot de volgende keer. Bye.